Nou, dan ook maar even een demo met DPMR. DPMR lijkt erg op D-Star. En ook op het systeem IDAS of NXDN of NextEdge, hoe het ook allemaal mag heten. De zone 3 is digitaal. Ja, zoals gezegd, dat kan ik niet laten horen. Zone 4, dat is PMR. En zone 1, dat zijn de gewone repeaters. Ik heb elders wel een filmpje staan waar de modulatie van het ding te horen is. Dus het geluid met de Chinese vocoder van dit apparaat is wel een heel stuk beter dan dat het bij D-Star is. Hè? Ik heb een heleboel aardige mogelijkheden die je bij DMR ook hebt. Het verschilt er niet zo erg van, moet ik zeggen, met DMR qua look en feel. Het is ook een professioneel systeem. Je moet ook, net als bij Tetra trouwens ook, moet je een nummer kiezen in plaats van een roepnaam. Dat is heel eigen voor apparaten die niet voor de amateurmarkt gemaakt zijn. Ze lijken iets verder te komen dan met D-Star. Die Chinese vocoder is net iets beter. Je zou eigenlijk verwachten dat dat voor die Aziatische talen vrij dof was. Maar het tegendeel is waar. De modulatie is heel mooi helder en echt, ja, dat klinkt echt goed bij DPMR. Dus, kijk, nu gaat in de timer. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik misschien wel DPMR verkiezen qua geluidskwaliteit. Hè? Ja, er is geen netwerk voor. Ja, misschien kun je even kort de doorgang houden als test. P1RQF van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ja, het is Papa Echo 1 Romeo Queen Fox. Die dan de digitale mode. Waarschijnlijk nu te demonstreren hoe dat gaat. Hè? En de audio klinkt inderdaad beter, vind ik, dan in dat D-Star. Ik heb ook wat metingen gedaan met Spectrum Analyzer. Ook de harmonische, dat soort dingen, dat ziet er allemaal prima uit, hè, van het portofoontje. Jawel, dus Papa Echo 1, Romeo Queen Fox. Even kijken of ik snel nog wat kan demonstreren. Voordat Erik de moed opgeeft. Die moest er vandoor. Ik was helemaal vergeten dat ik nog een filmpje zou opnemen, maar hij liet me dat weten. Kijk, zo kun je sms'jes sturen. Uiteindelijk zit je nou met je handen vol. Om iets te doen. Ik kan maar nu even niks, hè. Maar dat geeft allemaal niet. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Van PE1RQF. Ja, Roger.